Jong Sparta op eigen veld op het kasteel in het vertrouwde rood en wit tegen degradant Achilles 29. Dat hier een schotkans heeft via Oumad. En dat is meteen na 5 minuten 0-1. Een goede start voor Achilles. Een slechte start voor de doelman van Sparta die hier verkeerd staat, Mitchell Fabry. Het antwoord van Sparta komt binnen 10 minuten. Aanvoerder Haroui en dan is doelman Platel van Achilles geslagen. Ook die bal lijkt houdbaar. 1-1, het is het eerste doelpunt voor Jong Sparta deze competitie. De volgende twee wedstrijden verloren de jonge kasteelheren met 0-1. Slechte paas, de onderschepping van Sparta. Dan staat Bourras buiten spel, maar die laat de bal lopen voor de winter. En dan is het 2-1 voor Jong Sparta. Even verwarring in de defensie van Achilles. Want Bourras die staat daar toch echt buiten spel. Omdat hij niet aan het spel deelneemt, mag het doorgaan. En mag de winter scoren. En klinkt het Sparta-lied op Spangen. En is de ruststand 2-1. En is Bourras hier dichtbij de 3-1. Paul en doelman Platel voorkomen dat. Hij kwam over van Jong FC Twente. Achilles met de hoekschop en de goal van Fedomina. De mee opgekomen verdediger. En dan is het 2-2. Goede hoekschop van Surmeli. En de kopbal van Fedomina. En allemaal een bedenkelijke rol voor doelman Fabry. Porpalazzi. En dan heeft Fabry hem wel. En zo blijft het 2-2. Op Spangen bij Jong Sparta tegen Achilles. Het eerste punt voor de Rotterdammers.